Oh, ja, daar ben ik dus weer. Ja, zit er ook in. Vandaag is hier een samenkomst vanuit het samenwerkingsverband Kom Erbij. Kom Erbij Almelo. Het is de start van de Nationale Week 1 tegen Eenzaamheid. Die term die willen we het liefst vermijden, omdat we, nou ja, dat is vaak een beladen thema, hè, eenzaamheid. Dus we proberen het vanuit een positieve manier in te steken, hè, om iedereen mee te laten doen. Kom erbij en doe mee, dat is het devies. En hier vandaag in het Meester Siebelinghuis is er een hele dag vol met activiteiten waar jong en oud aan kan meedoen om weer een beetje de energie terug te krijgen. Hè. Corona heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat veel mensen toch een beetje de kat uit de boom keken. Ook natuurlijk niet meer de deur uit konden. Nu langzamerhand komen activiteiten weer op gang. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Vandaag kan er hier worden gebloemschikt, er kan worden gesjoeld, gebingo'd, van alles wat. En, u bent hier wel vaker, hè? Absoluut. Het is een graag geziene plek voor allerlei activiteiten. En als het even kan, dan ben ik daarbij. Mooi bloemstuk gekregen, hè? Ja, hartstikke ja. Ik ben er heel blij mee, echt waar. Ja. En dat u dat hebt gemaakt, dat vind ik nog heel mooi. Dat vind ik nog mooi, dus. Ja. Nou, kijk, hartstikke mooi. Ja. Fijn. Ja. Ja. Mensen mogen hier komen, inkomen. Het is een gezellige dag. Ik hoop dat het gezellig wordt. Wat ik het leukst vind is het funny fitten. Funny Fit, dat is hierachter in een zaal waar je eigenlijk voor een heel groot scherm kan gaan staan. En dan kan bewegen en spelletjes kan doen. En dan doe ik ook graag mee. Ja, en dan ben ik ook wel fanatiek, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Dus ik heb getennist tegen een mevrouw en het was kiele. Maar dat is erg leuk, want op die manier krijg je mensen, je houdt mensen in beweging. Je hebt een leuk contact met elkaar, je hebt een praatje met elkaar en daar is het allemaal om te doen. Ik denk dat ik nog even bij de bingo ga kijken en vooral ook gewoon hier een praatje maken met mensen. Dat is erg waardevol. Dus daar, kan u het aanbevelen aan mensen? Absoluut. En volgens mij kan iedereen hier vandaag nog tot een uur of 3:30 terecht. En het mooie van Kom Erbij is dat ze door het hele jaar allerlei activiteiten organiseren. En daar proberen we ook zoveel mogelijk rugbaarheid aan te geven, dat mensen ook daaraan mee kunnen doen. Oh, 62. Hallo? Contact? Ja. I, 28. Bingo!